Ik heb de laatste paar weken echt een paar hele mooie dingen meegemaakt op cultureel gebied. Het eerste is het luisterboek van Geert Mak, Reizen zonder John. En wat me nou zo raakt is die vergelijking van het nu, de herverkiezing Obama en ook de Verenigde Staten in deze periode, met de Verenigde Staten in de periode van John Steinbeck. En toen draaide natuurlijk alles om Nixon en Kennedy. Het waren de maanden waarin uit alle hoeken van de wereld de GI's terugkwamen. De jaren waarin iedereen plotseling zakken vol geld had. Want ook in Amerika was alle luxe jarenlang schaars geweest en op rantsoen. Maar waarom zoveel? Wat is hun belang? Verder ben ik recent naar een opvoering geweest van De Verleiders. Prachtige voorstelling. Gaat over alles wat er mis is in de vastgoedsector. Maar wat ik mooi vind is dat ze ook de zaal aanspreken. Waar staat dat? Waar staat in de wet dat ik de bakker geen 10 euro mag geven voor een brood waar hij mij 1 euro voor vraagt? Waar staat dat? Wat is daar strafbaar aan? Hoe zou ik daar nou op gereageerd hebben als mij de kans geboden werd om iets waar ik maar 17 miljoen voor vraag, om daar 57 voor te krijgen? Want dan moet je dus heel sterk in je integere schoenen staan. En als ik tegenover hen dan ruimhartig gevend ben, is dat dan fraude? Het derde is het lezen van het laatste boek van Ed van Tijn. Blessuretijd, dilemma's van een Joods politicus. Prachtig boek. Misschien wel het mooiste wat ik ooit van hem gelezen heb. Het blijft ook het meest dicht bij hemzelf. De schimmen zouden mij blijven achtervolgen. Aangevuld met andere flarden van herinneringen. Ze sloegen op de meest onverwachte momenten toe. Vaak, net als ik, als een vermoeide bokser, mijn dekking had verwaarloosd. Ik had mij in de loop der jaren aangeleerd om, als het erop aankwam, de gevoelsknoppen uit te schakelen. Hij vertelt ook dat hij aanvankelijk eigenlijk dat Joods zijn helemaal buiten haken plaatste. En dat hij er zo, nu echt op een gevorderde leeftijd zijnde, daar steeds meer zelf ook mee bezig is wat dat nou betekent. Dilemma's van een Joods politicus moet iedereen lezen.